Goedemorgen. Hartelijk welkom allemaal. Mijn naam is Barbara van Walraven en ik ben adviseur bij ProBiblio, adviseur educatie. Welkom bij dit webinar Meertaligheid in de bibliotheek, waarvoor meer dan 140 mensen zich hebben opgegeven. Een prachtige opkomst. Betekent wel dat het niet mogelijk is om interactief met elkaar aan de slag te gaan. Dus ik wil jullie vragen, dus als jullie vragen hebben, om die dan via questions aan jullie rechterkant in het beeld de vragen te stellen. En dan kijken we aan het eind of daar nog ruimte voor is. En misschien tussendoor. Het webinar is vanaf volgende week beschikbaar. Via de website van ProBiblio. Aan het eind laten we die URL nog even zien. En we lassen rond een uur of 11 even een korte pauze in. Uit het feit dat er zoveel aanmeldingen zijn, blijkt wel dat meertaligheid een onderwerp is dat mensen bezighoudt. Dat was voor ons als ProBiblio ook reden om dit jaar aan de slag te gaan met dit onderwerp. En we hebben een aantal dingen daarvoor ontwikkeld. Bijvoorbeeld flyers over meertaligheid voor diverse doelgroepen. En daarbij hebben we de hulp ingeroepen van meertalig.nl. In de vorm van Anna de Graaf. Zij is linguist en redacteur van meertalig.nl. En we hebben samen met haar een aantal zaken ontwikkeld. En toen hebben we met elkaar ook besproken dat het misschien wel goed zou zijn om een webinar te organiseren over meertaligheid. Omdat daar dat blijkt nu ook behoefte aan is. En ik geef dan ook heel graag het woord aan Anna de Graaf, die jullie heel veel gaat vertellen over meertaligheid. En ik wens jullie een heel inspirerend webinar toe. Tot straks. Dankjewel, Barbara. Ik hoop dat ik nu goed te verstaan ben voor iedereen. Mijn naam is dus Anna de Graaf. En ik hoop jullie deze ochtend wat meer te kunnen vertellen over meertaligheid. En ook meertaligheid in de bibliotheek, zoals jullie dat vaak mee zullen krijgen. We hebben niet heel erg veel tijd. Dus, en ik ben heel veel aan het praten de hele tijd. Daarom ook even de korte pauze tussendoor. En ik hoop ook dat de vragen die jullie hebben, dat die aldoende in mijn verhaal wellicht aan bod zullen komen. En helemaal aan het eind hebben we, als het goed is, nog wat extra ruimte om vragen te kunnen behandelen. Maar ik ga gewoon beginnen. Barbara zei het net al even kort, ik werk voor meertalig.nl, dat is een website, zal ik straks even kort laten zien. We bestaan sinds 2013 en zijn vooral opgericht met het idee dat wij een brug willen vormen tussen dat wat er in de wetenschap wordt onderzocht en bekend is over meertaligheid en meertalige kinderen. Dat we dat kunnen, de resultaten daarvan kunnen brengen naar de praktijk. Dus de mensen die daarmee werken, mensen die met meertalige kinderen werken, maar ook ouders. En daarnaast vormen we ook een helpdesk. Dus mensen kunnen ons bereiken via telefoon en via mail of in workshops of lezingen of een webinar zoals vanochtend. Dit is even onze website voor als jullie die nog nooit hebben bezocht. Doe dat vooral. Er staat van alles te vinden. Blogs, tips, nieuws en literatuur vooral. Dus neem vooral een kijkje. En laat ook weten wat je ervan vindt. Nou, meestal als ik gewoon live met mensen in een zaal zit, dan stel ik altijd heel open de vraag: wie voelt zichzelf meertalig? Of wie beschouwt zichzelf als een meertalige? En iedereen is dan vrij aarzelend. Bijna niemand, behalve als mensen dan echt denken twee talen even goed en even vloeiend en accentloos te spreken, die steken dan hun vinger op. Vervolgens geef ik een wat hele brede definitie en een wat smallere definitie. En komen we uiteindelijk op een wat praktische definitie uit. Want als je gaat denken over dat je pas meertalig bent, als je twee talen even vloeiend spreekt, dan blijven er erg weinig mensen over. En wanneer je dat juist wat breder trekt en kijkt naar hoe vaak
Spreek je nou een taal? Welke talen kun je je in redden? Hoe vaak gebruik je die taal? Hoe regelmatig? En wat kun je daarin? Klein gesprekje voeren. Misschien kun je het brood bestellen bij de bakker. Nou, dan zeggen mensen, nou, ik heb inderdaad wel Frans gehad. Of als ik op camping sta in Duitsland, dan kan ik me ook wel redden. Nou, we komen uiteindelijk uit op een praktische definitie die de meeste mensen die er professioneel mee werken en onderzoekers vaak hanteren. En dat is dat iedereen die in het dagelijks leven meer dan één taal gebruikt om te kunnen functioneren in je eigen leefomgeving. Dus dat kan thuis zijn, maar dat kan ook op school zijn of op je werk. Het kan lezend zijn of schriftelijk. Eigenlijk verstaan we dat onder mensen die meertalig zijn. Dus wanneer, waarschijnlijk ga je nu bij jezelf ook te raden en denken, nou, oh, dat betekent dat ik dus zelf ook misschien wel meertalig ben. Nou, misschien is dat ook wel zo. En het is ook steeds gewoner in Nederland en over de hele wereld overigens. Nederland is altijd wel beschouwd als een vrij monolinguaal of eentalig taalgebied. Maar dan hebben we natuurlijk Limburg met zijn dialecten en we hebben natuurlijk ook Friesland. Maar er komen ook steeds meer andere talen in Nederland. En er spreken steeds meer kinderen, ook in de grote steden. Echt meer dan 50% hoort thuis een andere taal. Dus het is steeds gewoner in Nederland ook. Wat alleen blijkt is dat er toch niet veel kennis is bij ouders. En ook niet bij professionals, mensen die er beleid over samenstellen. Er zijn daardoor ook veel misverstanden of tegenstrijdige informatie en vooroordelen over meertaligheid. Jullie vast ook wel bekend. En daarnaast speelt het een grote rol dat niet iedere taal evenveel waard is. Zo wordt Engels vaak beschouwd als geweldig als je dat als een tweede taal kunt spreken naast het Engels. Kinderen krijgen nu ook vaak onderwijs in het Engels, internationale scholen, maar vroeg tweetalig onderwijs. Ze heeft een enorme boom. Je ziet het op de universiteiten waarin in het Engels les wordt gegeven. Maar als het gaat over andere talen, migratietalen of migrantentalen moet ik zeggen, daar wordt vaak niet aan gedacht. Dat is ook heel handig als jij Berber spreekt of Turks of Sranang of nou ja, vul maar in. Dus dat is iets wat ook heel erg speelt. Nu wil ik jullie een aantal stellingen voorleggen. En dat wordt wel, ik heb dat eerlijk gezegd nog nooit via een poll gedaan. Maar dat ga ik dus nu wel doen gezien het aantal deelnemers dat we hier vanochtend hebben. Dus dat wordt, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Tenminste, het is mij uitgelegd, dus ik moet het zeker weten. Ik ga jullie een aantal stellingen voorleggen over meertaligheid. En hier zien jullie er al eentje in beeld voor je, als het goed is. Meertaligheid leidt niet tot een taalachterstand. En ik ga eens even kijken wat jullie daarvan vinden. En ik deel daarbij een stelling. En dan mogen jullie aangeven of jullie denken dat het waar of niet waar is. Dus meertaligheid leidt niet tot een taalachterstand. Ik kan ook even kijken hoeveel mensen er al gestemd hebben. Er zit, weet ik toevallig, een kleine vertraging op de lijn, kan ik dan zeggen. Want ik zie bijvoorbeeld zelf in beeld dat nog niet de helft gestemd heeft. Dus ik ga dat gewoon even rustig afwachten. Ik zie nu dat bijna iedereen heeft nu gestemd. Ik ga het nog niet verklappen wat de uitslag is. Maar het is niet helemaal 100% om 0%. Het is ook niet 50-50. Maar ik kan zien dat het overgrote deel is het hier mee eens. Namelijk dat meertaligheid niet tot een taalachterstand leidt. Betekent dat er toch ook wel een aantal mensen is dat het denkt dat het wel zo is. En dan moet ik er even bij zeggen dat als ik het hier heb over een taalachterstand, dat meestal als mensen het hebben over een taalachterstand, dan hebben ze het over een achterstand in het Nederlands. Dus ik kan me voorstellen dat veel mensen deze stelling ook zodanig hebben gelezen. Want kijk, als kinderen met meerdere talen tegelijk worden opgevoed, of misschien zelfs eerst in een andere taal en daarna het Nederlands,
dan hebben ze daadwerkelijk gewoon een taalontwikkeling die al redelijk op streek is. Het kan natuurlijk alleen zijn dat ze het vocabulaire in het Nederlands en de structuur in het Nederlands nog moeten leren. Maar dat betekent niet dat ze een taalachterstand hebben. Qua ontwikkeling is die taal wel degelijk in ontwikkeling en misschien wel helemaal niet achter. Alleen in de nieuwe taal, de tweede taal, ja, daar moeten ze zelf ook nog wat doormaken. Dus in het Nederlands hebben ze waarschijnlijk minder vocabulaire en maken ze wat fouten of mengen ze het met hun eerste taal. Maar je kunt niet daadwerkelijk spreken van een taalachterstand in het algemeen. En daarnaast is het ook nog eens zo dat als er dan daadwerkelijk sprake is van echt een taalachterstand, dus het kind leert weinig woorden, gebruikt gebroken zinnen en het is ook in die andere taal, dan is meertaligheid daar nooit de oorzaak van. Iets wat wel vaak gedacht wordt door vooral mensen die op school. Ik ga hem nu sluiten trouwens, de poll. Dus jullie zien, ik geloof dat 13% het uiteindelijk niet mee eens was en 87% wel. Nou, ga ik door naar de volgende stelling. Ik heb er nog eentje. Het maakt niet veel uit hoe jong het kind begint met het leren van Nederlands. Of een tweede taal kan je hier ook bij, maar omdat we in Nederland zijn, heb ik het maar even Nederlands genoemd. En ik ga, sorry, ik ben vergeten op launch te drukken. Dat doe ik nu. Nu zien jullie hem als het goed is ook echt in beeld dat je iets kan aangeven van waar of niet waar. Het maakt dus niet veel uit hoe jong je begint. Is dat waar of niet waar? Oké, dit is wel leuk. Dit loopt een beetje uiteen. Dus nou, laat ik zeggen dat je als je vanaf je tweede meteen, dat is echt het beste. Of juist dat het niet zoveel uitmaakt. Dus dat je als je op je vierde naar school gaat en je leert dan pas wat Nederlands. Kijken. Nou, er zijn bijna alle mensen hebben nu gestemd. Ik zie dat 18%, dus een kleine aantal, is het eens hiermee. Dus het maakt dus niet veel uit. En een overgrote meerderheid zegt, het is niet wel. Het maakt dus wel heel veel uit hoe jong je begint met het leren van Nederlands. Nou, wederom is het natuurlijk een beetje genuanceerd. Maar ik zou zeggen, het maakt niet veel uit. Ik heb het wel over kinderen. En wat namelijk vooral de doorslag geeft over hoe je een taal uiteindelijk gaat leren, is in hoeverre je de input, de taalinput die je krijgt. Dus als je vanaf al heel jong een beetje Nederlands krijgt en daarnaast een heleboel een andere taal heel veel hoort, dan zal dat voor dat Nederlands niet heel veel zoden aan de dijk zetten. Je zult natuurlijk wel bekend raken met de klanken en dat is en waarschijnlijk met een aantal woorden. Maar het gaat vooral om de hoeveelheid taal die je hoort. Dus als een kind gewoon heel goed thuis een taal leert en op zijn vierde voor het eerst naar school gaat en daar ook heel veel Nederlands hoort, op een goede en kwalitatief hoogwaardige en rijke manier, dan zou dat in feite voor het leren van dat Nederlands niet veel verschil moeten uitmaken dan wanneer een kind heel jong al ook in aanraking met het Nederlands is gekomen. En wat ik hier eigenlijk vooral mee duidelijk wil maken, en ik ga nu de poll sluiten, is dat het dus niet een verloren zaak is als kinderen op een jaar of met een jaar of vijf aankomen en nog niet zo heel veel Nederlands spreken, dan is het niet zo van, oh, dat gaan ze nooit meer goed leren. Had nou eerder begonnen. Of ouders die thuis echt geen Nederlands spreken, dat die heel erg gestrest raken omdat ze niet weten hoe ze dat kind dan Nederlands moeten gaan leren. Het komt, in principe kan het gewoon goed komen zolang ze maar genoeg taalinput krijgen en goed en rijk taalaanbod. Dus als ze naar school gaan of naar de opvang of vriendjes of naar een clubje of misschien nog wat extra begeleiding, dan komt dat gewoon goed. Dat is eigenlijk meer wat ik hiermee wil zeggen.
Dan ga ik door naar de volgende. En die ga ik ook meteen lanceren dit keer. Dat is als je je kind twee talen leert. Ik heb nu gezegd je kind, maar een kind kun je ook zeggen natuurlijk. Is het erg belangrijk om die talen goed gescheiden te houden? Dus iets wat natuurlijk veel horen. Het is heel belangrijk of de ene taal te spreken of de andere taal niet door elkaar. Of is dat nou, maakt dat eigenlijk niet uit? Ik zie langzaam al die stem. Het gaat best wel hard eigenlijk. Het met 120 mensen te stemmen nu. Of tenminste, misschien niet iedereen, maar. Nu heeft 65%. Dit gaat dus best wel gelijk op. Dat is ook wel leuk om te zien. Het is echt bijna 50-50. Zo jammer dat ik nu niet kan vragen aan mensen waarom ze het een of het andere denken. Maar dan verzin ik dat zelf maar. Ik vraag me alleen af, als ik hem nu sluit. Ik ga nog even de laatste mensen laten stemmen. Ik zie dat er is wel wat vertraging, maar anders vind ik het zo jammer. Ik sluit hem nu. En ik kijk even naar iemand hier. Ik vraag me namelijk af of jullie de uitslag ook zien van wie er hoeveel procent er gestemd heeft. Maar in ieder geval, wat ik kan zien is dat het echt 50-50 is. Nou, het is niet waar. Dus als je als ouders bijvoorbeeld allebei een andere taal spreekt met je kind, dan is het niet erg als je ook af en toe een andere taal spreekt. Dat kind weet dat al vanaf heel jongs af aan, weten kinderen heel goed wanneer het de ene taal of de andere taal betreft. En het is dus helemaal niet noodzakelijk om het strikt te scheiden, want dat hoort het kind wel. Het belangrijkste is wederom, van ga het niet te veel, zorg dat het in alle beide talen goed taalaanbod blijft krijgen. Dus ga het niet helemaal mengen, zelf in je zinnen bijvoorbeeld. Maar het is echt niet erg dat als jij als moeder of als ouder Engels spreekt, maar af en toe met je man Nederlands spreekt en dan ook tegen je kind Nederlands spreekt, dat dat heel erg is, omdat die talen nou eenmaal strikt gescheiden moeten blijven. Ouders krijgen wel heel vaak te horen verdeel het nou heel strikt en zorg dat jij die ene taal spreekt en je man de andere taal of vrouw. Maar dat is vooral om te garanderen dat dat kind genoeg taalaanbod krijgt. Dus dat heeft weer te maken met die hoeveelheid taalaanbod waar het eerder ook al over ging, van hoe belangrijk dat is. Ik kijk eventjes op de klok om te zien hoeveel tijd ik eigenlijk hiervoor in gedachten had, maar ik kan nog wel even een stelling doen. Ik ga denk ik deze nog eventjes doen. Ouders moeten zoveel mogelijk voorlezen in het Nederlands. Ik heb hem wel aangezet, hè? Ja. Ouders moeten zoveel mogelijk voorlezen in het Nederlands. Dus is dat nou de bedoeling? En dan heb ik het even over ouders dus in meertalige gezinnen. Dus niet of ze überhaupt. Kijk, dit is ook heel goed. Hier zijn toch de meeste mensen niet heel erg over verdeeld. Want ik zie. Ik geef nog even een paar seconden de tijd. En dan zie ik dat het overgrote. Een overgrote meerderheid zegt dat dit niet waar is. En dat vind ik op zich heel fijn om te horen. Want het is toch wel iets wat mensen vaak te horen krijgen. Ook al kunnen ze zelf geen Nederlands, dan toch Nederlands blijven voorlezen. Omdat het zo belangrijk is dat kinderen zoveel mogelijk Nederlands leren wanneer ze dat nog niet dan uit huis hebben meegekregen. Natuurlijk willen we dat ouders veel voorlezen met hun kind. Maar als ze dat niet kunnen in het Nederlands, dan is dat
geen enkel probleem om dat in hun eigen taal te doen. Liefst zelfs in hun eigen taal. En, want het moet ook leuk zijn, dat voorlezen. En als ouders het Nederlands niet goed beheersen, hoe leuk is het dan om een boekje voor te lezen als je zelf de taal gewoon niet op een prettig niveau beheerst voor jezelf. Ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd met een taal die ik echt totaal niet kan, namelijk het Turks. Nou, je voelt je er echt verschrikkelijk ongemakkelijk bij. En je wordt ook aangekeken alsof je gek bent. En nou ja, dan is dat voorlezen gewoon een enorme lijdensweg in plaats van dat het leuk en gezellig is wat het zou moeten zijn. Nou, ik heb volgens mij toch nog tijd voor een laatste. Dus die ga ik jullie toch nog even meegeven. En dat is, kinderen kunnen geen taal leren van televisieprogramma's. Soms wordt wel eens gezegd van, nou, als je zelf geen niet Nederlands spreekt, of laat ze dan lekker Nederlandse televisie kijken, Klokkenhuis, of nou, nee, met jongere kinderen natuurlijk gewoon iets van Zeppelin of iets dergelijks. Of ouders die willen graag dat hun kind Engels leert, dus die gaan hun kind leuk Engelse tekenfilmpjes laten kijken of iets dergelijks. Nou, leren ze daar nou iets van? Of juist helemaal niet? Nou, ik zie de meeste mensen, dat ik eigenlijk niet gaan beïnvloeden nu, die zeggen dat dit niet waar is. Dus dat ze het wel kunnen leren. Het is eigenlijk een beetje een gemene stelling dat ik hem negatief heb geformuleerd. Dus de meeste mensen zeggen, je kunt best taal leren van televisieprogramma's. Het is in ieder geval niet zo dat ze het helemaal niet leren. En 10% zegt, nou, ik denk het niet. Televisie is natuurlijk niet gemaakt om een taal van te leren. Nou ja, dit is echt een typische ja-nee of een wel niet-waar niet-waar antwoord, denk ik. Want wat het is dat, ja, nee, een kind kan geen taal leren spreken van een televisieprogramma. Het kan wel helpen bij het bekend raken met woorden. En zeker als het echt wat educatievere programma's zijn. Of heel laagdrempelig, eenvoudig, met veel ondersteund, met beeld. Kunnen kinderen zeker woorden oppikken en bekend raken met de zinstructuur. Maar echt leren spreken leer je alleen in interactie. Dus alleen een kind voor de televisie zitten om het Engels te laten leren, dat zal niet lukken. Je moet er altijd mee in gesprek raken. En daarom is het toch eigenlijk de stelling waar, namelijk dat je niet echt taal kunt leren van een televisieprogramma. Maar het kan natuurlijk nooit kwaad om te zeggen, nou, als je dan toch even wat meer Nederlands wil laten horen, kijk vooral ook, laat het vooral veel Nederlandse televisie kijken. Dat waren de stellingen. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vonden. Ik ga even door over het meertalig opvoeden in Nederland. Wat daar nou zo, wat maken we nou hier mee in Nederland? Of wat zien we nou in Nederland? Nou, nummer 1 is, Nederlands is cruciaal. Wordt inderdaad gezien. En is het natuurlijk ook als je naar school gaat of in het dagelijks leven goed wil kunnen functioneren, is Nederlands het belangrijkst voor je kinderen om te leren. Wat er wel ook voor zorgt, is dat er veel onzekerheid is bij ouders van die kinderen. Van hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? En gaan ze dan onze eigen taal, raken we die dan niet kwijt? Wat moet ik dan met mijn kind praten? Als het straks alleen maar Nederlands kan. En hoe moet ik dat dan doen? Daar worden heel veel tegenstrijdige boodschappen over gegeven. Namelijk van voorlezen in het Nederlands. Of juist thuis Nederlands spreken tot juist niet thuis Nederlands spreken. En spreek je eigen taal thuis. En dan krijgen ze op school weer te horen. Ja, je kind spreekt of hoort te weinig Nederlands. Dus probeer het toch maar. Nou, al die dingen zorg voor onzekerheid en onduidelijkheid. En dan komt er ook nog eens bij dat er altijd veel strijd en discussie is over welke taal
gebruiken we in openbare ruimtes. Dus als je op school komt, je hebt echt scholen, daar hangen bordjes met hier op school spreken we Nederlands bijvoorbeeld. Of op het kinderdagverblijf of nou ja, noem maar op, andere openbare ruimtes, wordt er gewoon vaak op gehamerd dat daar geen andere talen gesproken worden. Nou, we hebben in samenwerking, dat heeft Barbara net ook al eventjes aangegeven, in samenwerking met ProBiblio heeft meertalig.nl hebben een factsheet opgesteld. In ieder geval voor ouders is er eentje verschenen, of verschijnt er eentje, over nou, wat moeten ouders nu weten over meertalig opvoeden of meertaligheid? Want wat wil je die ouders nu meegeven? Dat ze niet meer die onzekerheid hebben en niet meer zoveel tegenstrijdige boodschappen krijgen waardoor ze in de war raken. Nou ja, een aantal dingen. Dat ze weten, en dat is vaak iets wat ouders niet zo snel realiseren, is dat ze het belangrijkste voorbeeld vormen, ook qua taal, voor hun kind. En daarmee dus ook van de taal die je spreekt en het plezier dat je beleeft aan lezen of voorlezen bijvoorbeeld. Maak zelf een keuze uit welke taal je spreekt met je kind. Natuurlijk kun je het Nederlands spreken of Engels spreken, wat je wil. Je moet er zelf, het belangrijkste is dat je er zelf een keuze in maakt en dat je beseft, dat een taal is die je ook echt vanuit je gevoel moet kunnen spreken. Dus als je je kind wilt troosten of als je ruzie wel wil maken of nou ja, iets, dingen met emotie, die wil je kunnen delen met je kind. En dan kan je het beste de taal spreken die je het beste beheerst en het dichtst bij je hart ligt. Nou, en dan is er ook nog eens de mogelijkheid van, nou, als dat niet Nederlands is, hoe kan ik dan wel Nederlands aanbieden? Om je kind in ieder geval een basis te geven of extra te kunnen stimuleren. Nou, dan wordt er in dat factsheet ook een aantal dingen genoemd. Nou, toch ook wel wat televisie. Je kunt luisterboeken of gewone Nederlandse boeken. Op school leren kinderen Nederlands, op de opvang. Of je kunt een Nederlandstalige oppas nemen. Nou, al dat soort dingen staat in die factsheet. En is echt bedoeld om de ouders op de een of andere manier een beetje te versterken in hun rol naar hun kind toe. Even kijken hoor, ik moet even goed klikken. Nu wil ik jullie graag een kort filmpje laten zien. En dat filmpje is uit de serie, of de documentaire serie Oetsie Koetsie. Het gaat over kindertaalverwerving. En er is een aantal filmpjes gaat echt over meertalige gezinnen. En een van die meertalige gezinnen wil ik hier eventjes laten zien. En is naar mijn idee best wel een voorbeeld van een taalstimulerende omgeving van hoe je hoe het echt goed zou kunnen zijn. En ik heb natuurlijk geen idee hoe het uiteindelijk met dat meisje in de hoofdrol is afgelopen. Maar het ziet er veelbelovend uit in ieder geval. Ik moet nu in ieder geval het geluid even anders zetten, zodat ik jullie kan laten meeluisteren met het filmpje. En dan ga ik jullie nu dat laten zien. Vierde en laatste variant, Yousra. Spreekt thuis alleen Arabisch, hoewel haar ouders best goed Nederlands spreken. Kippen, kleintjes of groot? Nee dan. Dribbel. Dribbel? Hoe is nou een dribbel?
begrijp dat er geen geluid is, wat heel jammer is natuurlijk. En als het goed is, ben ik wel te horen nu. Ik moet eventjes kijken hoor, naar... Sorry, er zit hier iemand wel mee te kijken, maar die, omdat ik zelf ook vertraagd word, krijgen we dat pas later te horen. Nou, jullie houden dit filmpje te goed, zou ik maar willen zeggen. Misschien kunnen we dit ergens anders nog een keer laten zien. Het gaat in ieder geval over, dan ga ik het gewoon even kort vertellen. Dat is natuurlijk veel minder leuk, maar nou ja, het is een Arabisch-talig gezin en hun dochtertje gaat naar de Nederlandstalige opvang. En zij hebben hier heel bewust over nagedacht van we willen haar graag onze cultuur en onze taal meegeven, zodat zij ook kan met haar grootouders kan communiceren en dat wij kunnen communiceren in onze taal met haar en haar kunnen meegeven wat wij vroeger hebben geleerd, wat wij kunnen lezen, wat wij meemaken en de rest van haar familie. En, en ook dat je die vader zegt op een gegeven moment ook van het is ook gewoon heel erg belangrijk om de taal van je hart met je, het is ook heel natuurlijk om die taal met je kind te spreken, de taal van je hart. Dus dat, en op school en op de opvang zijn mensen die kunnen haar gewoon het allerbeste Nederlands leren. Dus dat laten we daar aan die mensen en professionals over. En dan denken we dat het goed komt met haar en dat ze gewoon goed naar school kan gaan straks hier in Nederland en dat ze een goede opleiding krijgt. En dat is wel echt het allerbelangrijkste. En zij stimuleren dus haar taalontwikkeling door hun eigen taal met haar op allerlei verschillende niveaus te praten. Dus gewoon in gesprek, door te bellen met familie en ook door voor te lezen, waardoor je op allerlei verschillende manieren een rijk taalaanbod krijgt in feite. Heel jammer dat het filmpje nu mislukt, maar we hadden het wel geoefend. Het was ook vrij gecompliceerd, maar ik had gehoopt dat het gelukt was. Maar dat krijgen jullie dan nog een keer. Houden jullie te goed in ieder geval. Dan een mooie beeldspraak. Die heel goed, denk ik, weergeeft wat dus vaak juist de zorgen over meertaligen zijn. Dus we hebben net even een heel mooi voorbeeld gezien. Maar ondertussen, en waarschijnlijk kennen jullie die misschien ook wel uit de praktijk, ondertussen zijn er dus altijd die zorgen over meertaligen. Nou, we hebben aan de linkerkant zien we de zorg van een emmer met water die overloopt. Dus het wordt gewoon te veel. Meerdere talen is te veel voor een kind, dat kan een kind niet in zijn hoofd ruimte bieden en het stroomt over. Dat is één van de zorgen. En aan de andere kant zien we de andere bekende zorg van verschillende talen die een totale chaos en mix van alles en nog wat, in dit geval gekleurde knikkers, maar het is allemaal door elkaar. Er komt geen zinnig woord uit. Het is namelijk allemaal gemixt in verschillende talen door elkaar. En hoe kan een kind daar nou ooit goed een taal van beheersen als het allemaal zo door elkaar gaat? Nou, daaruit krijg je dus die vooroordelen waar ik het net ook al even kort over had. Ja, het leidt dus tot een taalachterstand. Want ja, als het zoveel wordt, dat kan een kind helemaal niet aan en het gaat allemaal door elkaar. Die te veel talen, daar raakt een kind sowieso van in de war. Want het ene moment moet hij een ene taal spreken en het andere moment een andere taal. Dat is heel onrustig. Dan hebben we de kinderen die talen mengen. Nou ja, als je een taal mengt, dan leer je geen enkele van die taal goed spreken. Is ook een vooroordeel, want mengen is juist vaak maar heel tijdelijk. En het is juist ook een teken vaak van creatief gebruik van die talen. Een kind leert alle twee die talen, of misschien zelfs drie. En ja, je leert het nooit allemaal tegelijk. Dus de woorden die in die ene taal wel kent, of misschien bestaan ze zelfs niet eens in de andere taal, die kan je gewoon hartstikke goed gebruiken. Als je dat dan nog niet weet in die andere taal. Dus het is vaak juist een teken van heel creatief gebruik maken van je taalvermogen. En het andere vooroordeel is toch echt dat kinderen zoveel mogelijk thuis Nederlands horen. Zoveel mogelijk Nederlands horen en zelfs thuis, ook al wordt het daar in principe geen Nederlands gesproken door de ouders, op moedertaalniveau dan. En dat laatste, ja, dat is echt
een voordeel. Het is niet erg als die ouders ook Nederlands praten met hun kind. En het is echt totaal niet slecht of dat ze er slecht Nederlands van zouden leren. Zolang ze maar niet de enige bron van het Nederlands zijn. Want ja, het is wel bekend uit onderzoek, en dat zal ik straks ook nog, of aan het eind ook nog wel kort bespreken, dat duidelijk is geweest dat kinderen van niet-moedertaalsprekers minder goed taal oppikken. Althans, je ziet niet dat ze daarvan meer woorden leren. Dat is vooral onderzocht dus met dat Engels op de basisschool, door niet-Engelstaligen gegeven wordt. Daarvan zien ze dat de woordenschat van die kinderen eigenlijk helemaal niet zo heel veel toeneemt dan als je het vergelijkt met kinderen die geen Engels hebben gehad. Op zich allemaal hele interessante dingen dus. Dit over de bestaande vooroordelen, want wat het in feite is weer met zo'n hele leuke beeldspraak uit te leggen. De andere taal staat de nieuwe taal niet in de weg, iets wat mensen wel vaak denken. Vergelijk het met het leren van een instrument. Als je bijvoorbeeld al gitaar kunt spelen, je hebt het noten leren lezen, je hebt verschillende harmonieën, je hebt daar gewoon les in gehad. En je leert daarna piano spelen, want je denkt, nou, dat lijkt me ook wel eens leuk om erbij te kunnen. Dan weet je gewoon al een heleboel dingen. Je hebt een basis. Je hebt al noten leren lezen. Je weet al een beetje hoe muziek in elkaar zit. Je hebt gewoon echt de basis die je nodig hebt voor het leren van muziek spelen. Heb je al een keer eerder doorlopen. En zo gaat het precies met het leren van een taal. Als je de basis al een keer hebt doorlopen in de ene taal, dan gaat dat in een andere taal ook. Ik zou niet willen zeggen vanzelf. Want net als bij een instrument moet het geoefend worden en aangeboden worden en regelmatig gedaan worden. En het moet leuk zijn. Maar zolang dat allemaal aan de hand is, dan staat niets elkaar in de weg. Het enige is dat wanneer je ook nog altijd gitaar wil blijven spelen, wat best leuk is natuurlijk, als je dat ook nog kunt, dan moet je dat ook blijven oefenen. Dus die eerste taal moet je niet ten koste laten gaan van de andere taal. Want dan, als je die niet meer oefent, of daar geen, als je daar inderdaad niks meer mee doet, dan kun je dat verliezen. En dat zou zonde zijn. Nou, ik ga dit niet super uitgebreid bespreken, want ik denk dat het gewoon ook goed is om dat op een rijtje te hebben. En ik denk dat deze PowerPoint, en ik kijk even naar Barbara die hier naast me zit, die zal misschien ook wel ter beschikking worden gesteld, of in ieder geval de presentatie. Ik wilde toch even alle talige voordelen en cognitieve voordelen en sociale voordelen van het meertalig zijn op een rij zetten. Daarbij wil ik wel even de kanttekening maken dat het niet betekent dat dit altijd zo geldt, of dat dit per se een soort uithangbord of wervingpraatje moet zijn van iedereen moet dus een kind meertalig opvoeden of we moeten allemaal meertalig worden. Maar als je het dan toch, als je dan toch die situatie hebt, nou, ga maar na hoe fijn is het om meerdere talen te kunnen spreken, dus om met meerdere mensen te kunnen spreken. Je kan dus, omdat je die taal hebt geleerd, kun je er nog meer leren. Dus 3 of 4 is echt niet te veel voor een kind als het er al 2 kent. Het denken over taal gaat veel gemakkelijker, omdat het kind weet van je hebt 2 verschillende. Dus daar kunnen ze ook veel makkelijk over nadenken. Wat het verschil tussen die 2 talen is. Dat je in het ene dit kunt zeggen en in het andere dat. Eentalige kinderen hebben dat, ja, die hebben dat gewoon niet als vanzelf. Want die hoeven dat ook niet. Kinderen worden creatiever, heb ik net ook al even kort uitgelegd. Kinderen zijn in staat om sneller technisch te leren lezen. Uiteindelijk wil je natuurlijk vooral dat kinderen ook begrijpend gaan leren lezen. Maar technisch lezen gaat er natuurlijk vanzelf aan vooraf. En dat heeft te maken met dat kinderen makkelijker de relatie tussen de vorm en de klank leren maken. Omdat ze zo gespitst zijn op die verschillende klanken, ook in die verschillende talen. Dus daar zijn ze al beter op gespitst. En kinderen hebben natuurlijk een rijkere woordenschat. Vaak moet je dan wel die 2 talen bij elkaar optellen. Maar ze kennen dus toch wel meerdere woorden en dus vaak ook meerdere concepten in totaal.
Nou, dan zijn er de cognitieve voordelen. Vind ik altijd dat eerste voorbeeld heel leuk. Namelijk dat ze, omdat ze wat abstracter kunnen denken, sneller kunnen zeggen van wat is nou het langste woord? Is dat reus of kabouter? En een eentalig kind zal eerder denken, nou dat is reus. Want ja, een reus is groot en lang. En kabouter, dat is klein. Dus dat is het kortste woord. Maar een meertalige kleuter, die, omdat hij wat abstracter denkt, die denkt veel eerder in van, nou, kabouter, nou, dat is een stuk langer of groter. Nou, dus die zullen eerder voor het correcte woord kiezen. Een betere concentratie en sneller kunnen schakelen. Dat is vanzelfsprekend nodig om te kunnen bedenken, oké, ik heb hier mijn moeder voor me. Die spreekt altijd Arabisch. Dus daar ga ik nu onmiddellijk Arabisch mee spreken. Komt er een vriendje van school aan dat geen Arabisch spreekt? Oh, dan moet ik dus naar Nederlands schakelen. En zo moeten ze zich voortdurend kunnen concentreren op, ik ben nu met die aan het praten, dus ik moet deze taal negeren. Of ik moet deze taal... Het is geloof ik eerder, je zet niet een bepaalde taal aan, maar je moet eigenlijk de andere taal onderdrukken. Dus eigenlijk sta je altijd voortdurend aan met al je talen en klanken in alle talen die je tot je beschikking hebt. En ook aan de hand van het creatieve met taal kun je ook kunnen kinderen, meertalige kinderen, wat creatiever denken. Sneller oplossingen bedenken. Out of the box, zal ik maar zeggen. En dan zijn er vanzelfsprekend de sociale voordelen. Een betere band met je ouders en familie. Dus de wortels in je cultuur en je familie. Je hebt een tolerantere of je bent wat bekender met dat je verschillen in culturen kunt hebben. En dat vreemd niet per se eng of nou echt vreemd is, maar anders en misschien ook juist wel interessant. Een effectievere en betere communicatie. Dus je kunt veel, kinderen zijn veel beter getraind eigenlijk om te kijken naar wie heb ik voor me, wat zou die kunnen weten al, wat moet ik hem nog wat extra vertellen om hem te laten begrijpen. Nou, alles wat ze eigenlijk voortdurend inzetten wanneer ze met mensen praten en moeten inschatten welke taal ze moeten gaan spreken met die persoon. Nou, hoe krijg je dan dat perfect meertalige kind, wat iedereen dan zou willen hebben, krijgen, worden? Er zijn natuurlijk wel een paar randvoorwaarden, zou ik willen zeggen. Die zijn niet allemaal even goed te beïnvloeden. Want je moet nou eenmaal aangeboren factoren hebben die meewerken. Dus een kind moet niet een aangeboren taalstoornis hebben. Of cognitief veel lager zitten. Of sowieso al iets hebben waardoor het in het spraakapparaat een afwijking heeft. Waardoor het de spraak niet goed kan ontwikkelen. Dus natuurlijk ben je, ja, is er voor succes de voorwaarde dat het allemaal werkt. En daarbij is het nog leuker als het kind ook nog een taalgevoel heeft, wat extra. Of dat het het leuk vindt en dat het een goede, nou ja, dat het ook een soort taalgevoel heeft. Daarnaast, en dat heb ik ook al een paar keer verteld, is of laten vallen, is dat gevarieerde taalaanbod en dat rijke taalaanbod. En daarmee bedoel ik dat het dus niet zo is dat een kind alleen maar thuis van één ouder, dat er maar één ouder is dat met hem of haar praat en niet echt een gesprek heeft. Maar juist dat rijke is bedoeld als voorlezen, gesprekjes voeren, ook met andere mensen een gesprek kunnen hebben. Dus ook niet alleen met je ouders, maar ook met wat oudere mensen. Die hebben vaak een heel ander taalgebruik. Of kinderen, die praten ook weer heel anders. Dus dat je zorgt dat het en rijk is en gevarieerd. Dat het niet maar één bron is waaruit je die taal leert. Want dat zorgt voor variatie en ook dat je weer verder komt. En tenslotte is er de motivatie. Wat je vaak hoort is dat kinderen aanvankelijk heel snel
een tweede taal leren of een eerste taal die anders is dan het Nederlands. En dat ze op een gegeven moment merken van, nou, waarom zou ik die taal nou nog spreken? De rest van mijn school spreekt Nederlands. Of mijn vriendjes spreken allemaal Nederlands. Waarom? En ik weet dat mijn moeder ook Nederlands verstaat. Waarom zou ik dan nog in het Pools tegen haar praten? Nou, dan ontbreekt het dus aan motivatie om die taal te leren op de een of andere manier. En dat is wel iets om in de gaten te houden. Het moet wel leuk zijn en het kind moet ook het nut of de waarde van die taal zien. En dat is dus ook iets wat ouders een kind heel goed mee kunnen geven. Dat ze ook trots zijn op hun taal en dat de andere ouder die taal ook waardeert. En hoe belangrijk het voor ze is als ze met hun kind die taal kunnen spreken. Dan even, hoe leer je die talen dan? Want ja, dat gaat natuurlijk overal anders. We kennen de versie waarin kinderen na elkaar, successief heet dat leuk, met een leuk woord, na elkaar kunnen leren. Dus dat ze thuis hun moedertaal of thuistaal leren. En dat ze dan pas op school of de opvang een nieuwe taal leren, Nederlands in dit geval. Maar het kan ook tegelijk, simultaan. In dat geval, en ik heb het daaronder in het Engels gezet, omdat zo zijn die termen een beetje bekend, OPAL, One Parent, One Language. Dus dat kan zijn dat je beide ouders hebt die een andere taal spreken en dat dus de ene ouder de ene taal en de andere ouder de andere taal spreekt en dat ze op die manier tegelijk twee talen leren. Je hebt ook, en dat zou bijvoorbeeld een geval kunnen zijn wanneer ouders niet allebei een andere taal spreken, maar allebei dezelfde taal, is dat ze thuis een bepaalde taal spreken en buiten het Nederlands. En dat ze toch op die manier gelijktijdig diezelfde twee verschillende talen leren. En dan heb je codewisseling. En dat is dat het niet zo heel strikt gescheiden is, maar dat het een beetje door elkaar heen aangeleerd wordt. Op die manier kan je ook tegelijk verschillende talen leren. Ja, wat kom je nou tegen bij meertalige kinderen die taal leren in hun ontwikkeling? Nou, misschien hebben jullie er wel eens van gehoord, de stille periode. Dat wordt de periode genoemd van een aantal maanden, kan het wel zijn, dat kinderen bijvoorbeeld, als ze thuis een andere taal spreken en in aanraking komen met een nieuwe taal, dat ze gewoon even helemaal niet praten. En het is iets anders. Je hebt ook iets dat heet selectief mutisme. Mag je ook eigenlijk wel weer vergeten, maar dat is vrij ernstige stoornis, waarbij kinderen gewoon echt niet meer praten en niks zeggen en ook thuis dat niet meer doen of in bepaalde situaties niet doen. Maar deze stille periode is eigenlijk een periode die weer overgaat en waar niets ergs aan zit, aan is, waar mensen zich wel snel zorgen over maken. En dat is vaak omdat dat verschilt per kind, dus niet ieder kind heeft dat. En die zijn dan gewoon aan het observeren, aan het luisteren, aan alles in zich aan het nemen. Ik denk dat iedereen dat wel kan begrijpen ook. En wordt vaak juist ook gevolgd door dat ze daarna opeens wel gaan praten in het Nederlands. Vaak praten ze dan thuis juist ook heel erg veel in deze periode. Maar ja, wachten ze gewoon even totdat ze echt hun skills in het Nederlands, in een nieuwe taal laten horen. Wat je ook gaat meemaken is een verandering in taalkeuze, waardoor mengen van talen optreedt. Dus langzaam maar zeker komt het Nederlands erin. En kan het ook gewoon zijn dat het kind meer Nederlands gaat leren in aanvulling op de taal die het al sprak. En dat het ook meer gaat afwisselen. Het tempo van het leren van het Nederlands, dat is bij kinderen die een andere taal spreken al is wat trager. Dus daar waar kleuters die op school komen en die thuis gewoon Nederlands spraken, vaak in hun woordenschat enorm omhoog schieten. En zeker later in groep 3, wanneer ze gaan leren en lezen en schrijven, kan dat gewoon bij anderstalige kinderen natuurlijk wat trager gaan.
die hebben gewoon nog wat meer woorden te leren. Dus dat tempo ligt wat lager, maar loopt in feite gelijk op en wordt vaak ook ingehaald. Of bijgehaald, moet ik zeggen. De waardering van de talen verschilt. Dus daar waar eerst de thuistaal misschien het belangrijkst werd gevonden, wordt Nederlands steeds belangrijker, ook vaak voor dat kind. En wat je ook kan krijgen dan, is dat er dan een verschuiving komt in de dominante taal. Dus de taal die aanvankelijk het meest gesproken werd, door het kind ook, gaat verschuiven naar het Nederlands misschien wel. En dat kan later ook weer veranderen, afhankelijk van waar het kind later naar school gaat, of misschien gaan de ouders nog verhuizen. Dominante taal, er is altijd één dominante taal die het kind het beste beheerst. En dat kan je hele leven lang kan dat blijven veranderen. Dus dat hele gebalanceerde tweetalige, dat komt niet zo heel erg veel voor. En er is dus altijd sprake van een taal die beter, die meer op de voorgrond is eigenlijk. Dus even te kijken of het nu al... Volgens mij zijn we zo toe aan een pauze. Dit wilde ik jullie nog meegeven over wat er recent is onderzocht, of redelijk recent is onderzocht, over meertaligheid en bijvoorbeeld het gebruik van moedertaal. Translanguaging heet dat in het onderwijs, functioneel meertalig leren wordt het ook wel genoemd. En dat is het gebruik van de taal die de kinderen als eerste taal spreken, de thuistaal, in de klas. Je kan zeggen van er wordt alleen maar Nederlands gebruikt in de klas, maar er wordt nu steeds meer gekeken, vooral in Friesland wordt dat veel gedaan, op meertalige scholen. Wat kunnen kinderen al in hun eigen taal en kunnen ze dat niet ook gebruiken om te bijvoorbeeld daar waar ze al wat vaardigheden in hebben, zoals rekenen of aardrijkskunde, om dat gewoon in te kunnen zetten en in te kunnen overleggen bijvoorbeeld met klasgenootjes die ook die taal spreken. Geldt natuurlijk wel voor iets oudere kinderen dan, zodat ze niet meteen helemaal weer onderaan de ladder moeten beginnen en onder hun cognitieve niveau feitelijk moeten gaan opereren. En dat schijnt heel goed te werken, dat meertalige leren, ook bij het leren van het Nederlands. Want tegelijkertijd wordt dan ook het Nederlands erbij betrokken. Ze mogen dan bijvoorbeeld lezen in hun eigen taal, maar moeten dan in samenwerking met een klasgenootje ook in het Nederlands een antwoord op formuleren. Wat ik net al even kort aanstipte, het taalaanbod en het belang van iemand die die taal als moedertaal spreekt. Dus een kind leert gewoon veel beter de taal van iemand die die taal als eerste taal spreekt. En ja, het Engels dat men leert van een niet-Engelstalige leerkracht op school, ja, dat zet niet heel veel zoden aan de dijk. En datzelfde geldt eigenlijk voor het inzetten van robots. Wordt ook veel gebruikt. Of tenminste heel veel. Het wordt steeds meer gebruikt om kinderen bijvoorbeeld een andere taal te laten leren. Woordjes bijvoorbeeld of instructies in die taal. Het nadeel daarbij is dat robots qua interactie niet heel creatief zijn. En ja, wat ik ook al eerder zei, interactie is een van de belangrijkste dingen, ingrediënten van het leren van een taal. En met robots kom je gewoon qua interactie niet heel veel verder. Dus je kunt ze wel inzetten om woordjes te laten aanleren of iets dergelijks. Maar om echt een taal aan te leren is dat gewoon nog niet ver genoeg ontwikkeld. Wie weet over 10 jaar. Volgens mij gaan we nu even pauzeren. 10 minuutjes. We gaan om 11:05 zijn we weer bij jullie terug. En gaan we weer verder met de tweede helft. Tot zo.
Nou, volgens mij gaan we weer beginnen. De pauze is voorbij. Bij ons in ieder geval. En we hebben nog maar officieel tot 11:30. Dus ik ga gewoon lekker door. Ik hoop dat iedereen even wat drinken heeft gepakt. Ik in ieder geval wel. En dan wil ik nu verder gaan met het voorlezen. Het meertalig voorlezen. Waarom is dat nodig? En wat doe je dan en hoe doe je dat dan? Nou, ik denk dat jullie allemaal weten wat het belang van voorlezen is. En dat dat natuurlijk in eerste instantie als doel heeft om leesplezier te creëren bij die kinderen. En dat dat dus niet uitmaakt in welke taal dat is. Ja, als we in Nederland zijn, dan gaat voorlezen, en zeker op school, dan is dat het lees veel voor, want het is goed voor taalontwikkeling en goed voor het Nederlands. Maar we willen er toch echt heel erg benadrukken dat in eerste instantie, en zeker als het gaat om leesplezier, dat het echt niet uitmaakt in welke taal dat begint of is. Ook omdat het leesplezier van de ouder van groot belang is. Veel ouders zijn ook helemaal niet per se bekend met de cultuur van voorlezen. Dus ja, die moeten daar echt in meegenomen worden. En daarbij is het ook heel belangrijk dat zij ook begrijpen van wat zo'n moment van voorlezen, wat dat doet voor het contact tussen jou als ouder en je kind. Maar ouders zijn natuurlijk ook altijd heel erg benieuwd om te weten van ja, wat helpt dat dan en waarom is het dan zo belangrijk? Nou ja, die woordenschat wordt uitgebreid en rijker ook in een andere taal. Het is gewoon waar dat in boeken andere woorden staan dan die je normaal gesproken in je dagelijks leven gebruikt. Zeker als ouder en thuis, dan ga je niet verhalen. De hele dag in verhaaltjestaal praten met je kind. Je zegt eerder van jongens, we gaan nu even dit doen of dat doen, of ik ga nu koken, of wees eens even stil. Maar verhalen zorgen echt voor een rijker aanbod. En ook de zinnen die je normaal gesproken in spreektaal misschien niet helemaal af zou vertellen, die vertel je in een boek wel af. En daarbij, als ze dan ook nog in het Nederlands worden voorgelezen, zoals op school of op de opvang, of als een van de ouders dat thuis kan, dan krijgen ze toch al een beetje kennis met, of dan maken ze kennis met de zogenaamde schooltaal, wat toch echt andere taal is dan die je thuis gebruikt, of als je gewoon een normaal gesprekje hebt met je kind. En ja, dat is toch wel noodzakelijk voor het zogenaamde schoolsucces. Nou, en dat zijn allemaal dingen die altijd worden genoemd met waarom moeten we nou voorlezen? Nou, en hoe gaan we dat dan doen? Weer dat rijke en gevarieerde taalaanbod dat je gebruikt bij het voorlezen of vertellen bij een prentenboek. De interactie is vooral van belang, want het kind moet het ook wel leuk vinden en moet er af en toe eventjes bij betrokken worden. Want niet ieder kind vindt het even leuk om een beetje achterovergezakt naar een verhaal te luisteren. Juist ook zorgen dat het kind met je meedoet en waardoor je er ook weer een gesprekje aan kan knopen, maakt dat het voorlezen echt een leuk, echt plezierig is. En emotie erin in het verhaal. Een eentonig voorgelezen verhaal, daar valt iedereen van in slaap. En dat wil natuurlijk niemand. Maar ja, hoe doe je dat dan? Die interactie. Je hebt interactief voorlezen natuurlijk. Waarbij het op zich niet per se altijd nodig is om een kind altijd maar weer een vraag te stellen. Vaak zijn vragen stellen aan kinderen kan ook best wel zorgen voordat een kind juist dichtklapt, omdat het gevoel heeft dat het iets moet antwoorden waarvan jij het antwoord al weet en dat het goed of fout kan zijn. Maar het liefst wil je eigenlijk dat het verhaal uit het kind zelf komt en dat het zelf gaat vertellen en niet per se een antwoord geeft als ja of nee of dit of daar. Aan de andere kant is er ook weer niet een vaste methode. Dus ouders hoeven ook niet in de leer natuurlijk om te weten hoe het moet. Ze moeten weten wat voor hen werkt en wat voor hun kind het leukst werkt. Voor mijn ene kind heb ik bijvoorbeeld dat die vindt het juist heerlijk om te luisteren en verder helemaal niets te hoeven. Die andere die wil voortdurend dat ik naar de volgende bladzij ga om iets aan te wijzen en met hem te bespreken wat hij ziet. Die is volkomen ongeïnteresseerd in het verhaal zelf. Kijkt eigenlijk het liefst naar op welke bladzijde zijn we nu? Hoeveel moeten we nog? Zijn we al op de helft? En is dit verder dan wat we gisteren kwamen? Dus nou ja, zo moet je altijd een beetje
je eigen methode met het kind wat je voor je hebt aanpassen, denk ik. Een voorbeeld van hoe je die interactie kunt opwekken of ontlokken of tot stand kunt brengen, is natuurlijk door bijvoorbeeld het kiezen van een leuk prentenboek waarbij je beschrijvingen kunt maken samen of één voor één, of dat je zelf eerst een voorbeeld geeft. Het stellen van open vragen, dus niet vragen waar ja of nee of één vast antwoord op komt. Het doen van voorspelvragen, wat zou er kunnen gebeuren als, of beredeneervragen van hoe denk je dat het gekomen is, dat hier, nou ja, al dat soort dingen. Ik heb zelf, gooi ik gewoon een boek op de grond. Ik vind zelf dit altijd een geweldig boek, heb ik ook vaak als voorbeeld gebruikt, omdat dit boek heeft gewoon op iedere pagina een apart verhaal. En dat verhaal, het is niet per se een verhaal van, de hond gaat dit doen en dan gaat hij dat doen en dan gaat hij zus doen en dan gaat zo, want dan wordt het echt loeisaai. Maar er zijn gewoon situaties die al gewoon uitnodigen voor een verhaal op zich en waar je volgens mij een half uur over kunt praten. Zonder dat je daadwerkelijk een verhaal hoeft te vertellen of voor te lezen. Nou, dit om als een klein voorbeeldje. Want bij het gebruik van die prentenboeken, zoals ik al zei, iedere bladzijde is een verhaal op zich. En het mooie is dat je, als dus de ouders niet Nederlands spreken en wel het boek willen voorlezen voor hun kind, dit gewoon kunnen doen in hun eigen taal en ze kunnen ook een verhaal verzinnen. Ik had laatst iemand en ze is zelf moeder van 3 kinderen en zij spreekt zelf thuis Nederlands, maar haar man spreekt Arabisch. En zij verdeelde dus ook dat Arabisch en het Nederlands onderling. En toen ik dus vroeg hoe het ging met het voorlezen, vertelde zij dus van ja, nou dat doet zij dus heel veel in het Nederlands, maar haar man niet echt in het Arabisch. Dus toen zei ik van hoe zit dat dan? En toen vertelde ze me van ja, dat is ook heel gecompliceerd in het Arabisch, omdat het Arabisch zoals je het leest, is dan standaard Arabisch. En dat wordt vaak heel anders gesproken. Dus als je dat gaat voorlezen aan een kind, dan moet je voortdurend denken van, dat staat in het Marokkaans Arabisch bijvoorbeeld. Dat staat dan, zijn dan hele andere woorden dan die er staan daadwerkelijk in dat verhaal. Dus wat zij wel doen zijn losse woordjes. Bijvoorbeeld, dan kan je je voorstellen dat je dat in dit boekje hebt. Hier zijn allemaal losse woorden bij een plaatje in verschillende talen. Dus het fiep in 100 woorden. Maar een echt verhaal, ja, dat was echt heel erg lastig. En dat kan eigenlijk bijvoorbeeld bij kinderen die dus Arabisch leren, pas op een wat latere leeftijd, als zij ook begrijpen van, dat woord wat daar staat, dat ziet er anders uit dan dat ik het uitspreek, omdat het een dialectwoord is. Omdat dat gewoon vrij gecompliceerd is, kan je natuurlijk ook gewoon een verhaal vertellen. Dus los van de woorden. En dat maakt prentenboeken natuurlijk zo geweldig, omdat je daar niet aan de tekst hoeft te houden per se. En dan is een geschikt boek een boek natuurlijk met mooie en herkenbare en prikkelende illustraties. Nou, daar zijn er een heleboel van. Je hebt Monkey, dat heb ik hier ook liggen. En je hebt de Gele Ballon en allemaal prachtige boeken van Charlotte de Maton. En jullie kennen waarschijnlijk zelf Legio prachtige boeken. En een andere optie is om bijvoorbeeld samen een boek of een verhaal te maken. Want niet iedereen is altijd vindt het leuk om dezelfde plaatjes opnieuw te bekijken. Of om van een dier een verhaal te lezen. Dus je kunt ook heel goed met foto's of iets dergelijks iets zelf samenstellen. Dus hoe kun je dan de ouders daarin ondersteunen? Want zij moeten het uiteindelijk doen. Zoals ook al in dat factsheet staat, ze moeten beseffen dat zij een grote rol spelen in die taalontwikkeling. En dat het niet per se heel moeilijk is, want ze moeten ook weer niet denken dat ze voor een soort taak komen die normaal gesproken op school gedaan wordt. Nee, het is zij geven door met die kinderen te praten, krijgen die kinderen een voorbeeld en helpen zij daar al mee. En dat maakt dus niet uit in welke taal dat gebeurt.
Laat hen voorlezen en de taal kiezen waarin ze zich het prettigst voelen. Nou, zoals ik al zei, bij het Arabisch kan dat best lastig zijn, want niet alle Arabische dialecten zijn zomaar uitgeschreven in ieder boekje. Er zijn Arabisch-talige boekjes beschikbaar bij de bibliotheek. Ik krijg er hier eentje van het molletje. Voelt meteen heel gek, omdat het dan van rechts naar links is natuurlijk. Maar kijk, ja, het is wel echt prachtig. Dus het kan ook zijn dat ouders die bijvoorbeeld Marokkaans-Arabisch spreken, dat die zeggen, ja, maar dit is niet in het Marokkaans-Arabisch, maar in het standaard-Arabisch. Dat vind ik toch lastig. Nou ja, ze kunnen ook een boek kiezen wat misschien gewoon wat ze kunnen vertellen. Verhalen vertellen is natuurlijk ook hartstikke goed. Dus als ouders zich ongemakkelijk voelen bij een boek of een boek met tekst, het kan ook gewoon zonder... Een verhaal vertellen is net zo goed rijk taalaanbod en een verhaal als een geschreven verhaal. Zeker bij ouders die slecht of niet lezen of dat de taal misschien niet eens geschreven is. En kunnen ouders ook in soms het Nederlands of soms hun moedertaal voorlezen? Ja, dat kan. Dat is niet erg. Het is ook niet erg als dat Nederlands iets minder is dan hun moedertaal of dan een eerste taalspreker van het Nederlands. Zeker als ze gewoon voorlezen uit een boek, dan kunnen ze alsnog die woorden aanbieden. En als dat dan qua uitspraak een beetje anders is, is dat echt niet erg. Het afwisselen van talen is dus helemaal geen probleem als ouders dat zelf willen. Ja, en zij hebben natuurlijk denk ik zelf ook gewoon een goed voorbeeld nodig. Dus het fijnste is dat wanneer zij een keer kunnen zien hoe dat zou kunnen zijn. En zo'n voorleesmoment. Niet alle ouders, ik geloof dat het, nou ja, dat is natuurlijk sowieso ook al de opzet van de Voorleesexpress bijvoorbeeld. Door bij ouders thuis te komen, door te laten zien wat je met boeken kunt doen. Al voelen ouders misschien ook wel eens dat wat die voorleesvrijwilligers doen, dat zij dat niet zelf kunnen. Maar laat ze zien wat de mogelijkheden zijn. Door bijvoorbeeld niet midden in een drukke huiskamer bij een televisie te gaan proberen voor te lezen. Maar gewoon een rustige plek en een rustig tijdstip op te zoeken. Echt een boek te kiezen met een eenvoudige verhaallijn. Het hoeft niet super gecompliceerd te zijn. Leg moeilijke woorden uit terwijl je aan het voorlezen bent. Inderdaad, signaleer een woord. Vraag is van, goh, wat zou dat betekenen? Rustig en duidelijk praten. Dus niet snel door dat verhaal er doorheen jassen natuurlijk. En af en toe het kind een vraag stellen. Al was het maar om eens te kijken of die nog bij de les is, als het ware. Ik heb hier al een lijstje met materiaal en meer informatie staan. Wat ik dus nog echt wel wil benadrukken is dus dat voorlezen, dat echt uit die ouders moet komen en dat de ouders echt het gevoel moeten krijgen, ja, dat ze zelf iets kunnen betekenen voor hun kind en dat dat echt kan in iedere taal die ze willen. Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, denk ik. Dan voor wat materiaal en informatie hebben we hier een lijstje gemaakt. Dat is voor jullie om gewoon te kunnen bekijken. Onze website meertalig.nl staat erop. Er is een kennisdossier, daar heb ik ook aan meegewerkt. Dat gaat over omgaan met meertaligheid in het onderwijs. Dat is een verzameling van heel veel verschillende vragen die gesteld zijn over meertaligheid door ouders, maar ook door leerkrachten en beleidsmakers. En daar hebben we met behulp van allerlei deskundigen op dat gebied de antwoorden op geformuleerd. Nee, dat is gewoon heel interessant om door te nemen en is online in te zien. Meertaligheid in beeld zijn erg informatieve animatiefilmpjes over meertaligheid. Echt heel kort, 4 minuten of iets dergelijks, gemaakt door de Radboud Universiteit. Er is door Sharon Unsworth, taalkundige van de Radboud Universiteit ook, is er een hele leuke podcast, Kletsheads. Over allemaal verschillende onderwerpen ook bij meertalig opvoeden. En ik heb nog een link toegevoegd naar Storyweaver. Dat is een website waar je echt van allerlei verhalen en boeken in
238 talen, dus heel veel talen kunt vinden. Dus mocht je op zoek zijn naar een obscure taal, misschien zit die er zelfs wel tussen. En is misschien best wel leuk als ouders iets anders willen dan bijvoorbeeld een vertaald boek of de boeken die nu beschikbaar zijn bij de bibliotheek. Even kijken wat mijn volgende slide, die weet ik even niet uit mijn hoofd, maar dat zijn de vragen. Ik heb van Barbara al een aantal vragen doorgekregen, die zij uit de questions heeft gehaald van jullie. En ik ga ook weer even naar haar kijken om te vragen of er inmiddels nog meer vragen binnenkomen. Of nu, Ja, ik heb mezelf even in beeld gezet en geluid aangezet. Er zijn niet zo heel veel vragen bijgekomen. Heel veel complimenten over de informatieve webinar. Maar ik denk dat het goed is om de vragen die we net al met elkaar besproken hebben, dat je die eventjes doet. En dan om 11:30 gaan we even afsluiten voor de mensen die weg moeten. En dan kunnen we daarna nog eventjes het restant van de vragen. En er zijn ook nog een paar vragen die ik kan beantwoorden. Ja? Lijkt me heel goed. Ik heb een aantal vragen van Barbara dus binnengekregen, namelijk, dat vond ik wel leuk, over of inderdaad de digitale prentenboeken, dat ging over de stelling van dat je van televisie geen taal zou kunnen leren, althans, je kunt er wel wat taal van leren, maar niet leren spreken of het gebruiken. En of dat dan ook geldt voor digitale prentenboeken? Ik denk het wel. Dus dat je dat net zo goed als televisie kunt gebruiken. En ik neem aan dat een beetje gaat over bijvoorbeeld de prentenboeken die worden voorgelezen ook op YouTube. Want daar heb je ook een heleboel filmpjes vaak waar boeken worden voorgelezen in een andere taal. Dat lijkt mij uitermate zinvol. Zeker als mensen zelf niet kunnen voorlezen. Beren slim. Beren slim hoor ik inderdaad, precies. Dus digitale prentenboeken zijn zeker heel erg, kunnen enorm van nut zijn. Dan had ik nog een hele leuke vraag die ik vaker hoor, die aanvankelijk een beetje gek klonk, maar wat ik heel goed begrijp is namelijk of je, wat als je nou de eerste taal niet spreekt, of je eerste taal of je moedertaal, of niet goed spreekt, sorry, ik moet zeggen niet goed spreekt, en dat je die wel aan je kind zou willen meegeven. En die snap ik heel goed, want dat hoor ik ook wel eens vaker, namelijk het is vaak van tweede generatie migranten bijvoorbeeld, die dan van hun ouders, die bijvoorbeeld Turks spreken of Marokkaans, Arabisch of Berber, en die dan ook dat hebben geleerd aan hun kind. Ik ben nu even dan diegene die die moedertaal niet goed beheerst, maar dan heb je dus dat meegekregen, Berber, maar ook heel veel Nederlands gesproken. En waarschijnlijk meer Nederlands geleerd dan dat Berber, omdat dat misschien niet meer is ontwikkeld, omdat die ouders ook vaker Nederlands gingen spreken. En dat je dan toch wil dat je kind ook Berber leert, omdat dat nou eenmaal dat het met je ouders kan praten en toch een toegang is tot je cultuur. Hoe doe je dat dan? Ja, hele goede vraag. Ik zou zeggen, laat het veel met mensen praten die taal wel spreken, misschien nog wel familieleden. Nou heb ik net ook, zeg ik Berber, en dat is meteen ook volgens mij best wel gecompliceerd, omdat het niet altijd geschreven is. Dus qua voorlezen wordt het dan meteen al een lastiger verhaal. Maar het is natuurlijk mogelijk om je kind ook die taal mee te geven. Je moet alleen zorgen dat je ergens bronnen vindt, of mensen die taal wel goed kunnen spreken. En als je het zelf tot op zekere hoogte ook nog spreekt, kun je natuurlijk ook wel gewoon dat wat je spreekt alsnog meegeven aan je kind. En qua cultuur kun je het sowieso overdragen. Dus dat zou ik zeker niet zomaar eraan voorbij willen gaan, om dat wat ik net zei, van nou, je moet echt moedertaalspreker zijn om die taal aan een kind te kunnen leren. Dat betekent niet dat je kind helemaal niets kunt leren, maar als je echt wil dat je kind daar een rijk en voldoende taalaanbod in krijgt, kun je daar extra bronnen bij proberen te halen door liedjes dan misschien, of verhalen van opa's en oma's, et cetera. Dan was er nog een vraag, de laatste geloof ik. Wat is er beter, simultaan
of successief een taal leren. Dus of je een taal tegelijkertijd, dat een kind een taal tegelijkertijd leert, of dat het het ene naar het andere. Ik weet niet of het te zeggen is wat beter is, omdat het namelijk van zoveel verschillende factoren afhangt. Het hangt namelijk heel erg af van hoe oud het kind is wanneer het de tweede taal leert. Dus wanneer je het hebt over successief. En je begint bijvoorbeeld pas op je 8e met een tweede taal te leren. Ja, dan zou je liever eerder begonnen zijn, zou ik maar zeggen. Maar ja, je kunt het vaak niet eens zo sturen. Dus het moet maar net zo kunnen dat een kind simultaan twee talen aangeboden krijgt. Of die kans zich voordoet in plaats van successief. Successief kan net zo goed werken. Ik bedoel, je ziet vaak genoeg kinderen die vloeiend Nederlands spreken en dat pas gewoon op hun 5e of zelfs op hun 8e geleerd hebben binnen een jaar. Dus ik weet niet of er zozeer een beter of slechter is. Ook omdat simultaan een kind een taal leren is vrij... dat is ook best moeilijk. Gaat ook niet vanzelf. Dat moet ook voldoende input krijgen van beide ouders dan. En die moeten allerlei afspraken maken. En ja, vaak komt het kind dan toch op school met twee talen die allebei in ontwikkeling zijn. Dus die is dan ook niet per se meteen super ontwikkeld in één taal of in een andere taal. Dat is gewoon allebei nog in ontwikkeling. Dus er valt veel te zeggen voor het een en veel te zeggen voor het ander. En of het beter is het een of het ander, dat hangt heel erg van de situatie af. Dus of ouders er goed aan zouden doen om meteen al te beginnen met twee verschillende talen aanleren. Ja, dan moeten ze kijken of dat voor hen een goede situatie is of niet. En anders dan kunnen ze net zo goed wachten. Dus ik hoop dat dat een beetje antwoord is op deze vraag. En dan wil ik... denk ik nu het laatste woord geven aan Barbara, die jullie wat meer gaat vertellen over het aanbod van ProBiblio. En dan neem ik bij deze afscheid van jullie en een hele fijne dag. Dank voor jullie aandacht en vragen en reacties. En dan wie weet, tot een andere keer. Oké. Ik hoop dat Anna straks nog even terugkomt om wat vragen te beantwoorden voor de mensen die tijd hebben om nog even te blijven hangen. Ik breng nu eventjes het aanbod van ProBiblio bij jullie onder de aandacht. Ik heb de URL ook al in de questions gezet. Zoals ik al schreef of vertelde aan het begin, hebben we een aanbod ontwikkeld. En dat is vooral gericht op kinderen van 0 tot 6 jaar. Volgend jaar gaan we dat uitbreiden naar 6 tot 12 jaar. Het aanbod bestaat uit flyers over meertaligheid. Anna noemde ze al als factsheet. We hebben het flyer genoemd, omdat het niet zozeer een factsheet is, maar gewoon ja, algemene informatie. Maar voor verschillende doelgroepen, voor ouders om te beginnen. Omdat wij denken dat de bibliotheken daar ook een hele belangrijke rol in kunnen spelen. Om de juiste en betrouwbare informatie over meertaligheid te geven aan ouders. Maar ook voor pedagogische medewerkers in de kinderopvang. Voor leerkrachten in het basisonderwijs, dus voor de onderbouw met name. En voor front-office medewerkers van de bibliotheek. Want die gaan op de bibliotheekvloer, gaan die natuurlijk ook, komen die ook ouders tegen die met deze vragen worstelen. En kunnen die ouders dan met die informatie ook beter te woord staan. Al deze zaken zijn te vinden op de website, de URL die hier nu ook in beeld staat van ProBiblio. Daar komt straks ook de link te staan naar het webinar, zodat je vanaf volgende week kunt terugkijken. Daar staat dan ook de presentatie van Anna in. Dus die kunnen jullie dan ook nog even rustig terugkijken. Verder hebben we collecties die vanaf eind september beschikbaar zijn. In drie verschillende andere talen, Arabisch, Pools en Turks. We hebben die keuze gedaan omdat blijkt dat in ons werkgebied dat de meest voorkomende nationaliteiten zijn. En bij die prentenboeken, collecties, prentenboeken, boektoertjes noemen wij die altijd, die je dus kunt lenen bij ProBiblio, is ook een handleiding meertalig voorlezen in de bibliotheek voorhanden, waarin precies staat hoe je dat het beste kunt aanpakken in de bibliotheek, dat meertalig voorlezen. En we hebben een paar praktijkvoorbeelden uitgewerkt van de OBA en van de Bibliotheek Amsterdam, die een hele leuke meertalige activiteit hebben georganiseerd.
De dingen die Anna net noemde, de informatie, de websites, de podcast, die staan daar ook. En ik zal ook nog de link van Storyweaver eraan toevoegen, want die was ik inderdaad vergeten. Voor de mensen die weg moeten, heel hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid. Leuk dat jullie erbij waren en ik hoop dat jullie door geïnspireerd zijn. Gezien de complimenten die Anna al gekregen heeft, is dat zeker het geval. En dan gaan we nu nog even, ik stel voor zo'n 10 minuten tot een kwartiertje door met de vragen die nog openstaan. Dus ben je geïnteresseerd, blijf dan hangen. Als je geen tijd hebt, dan kan je dat straks volgende week dus terugzien via de link naar de webinar. En dan kan je aan het eind nog de vragen beantwoord zien. Ik geef het woord weer eventjes aan Anna, dus ik doe mijn geluid weer uit. Link weer aan, denk ik. En waren er nog vragen dan verder? Even kijken, kan ik die ook zien? Nee, hè? Oh ja, er was een vraag van vanaf welke leeftijd kinderen dan op niveau zijn qua Nederlands. Omdat ik zei van dat die taalontwikkeling aanvankelijk in het Nederlands wat achterloopt. Of dat ze in qua woorden en de ontwikkeling van de Nederlandse taal natuurlijk nog een hele hoop in te halen hebben als ze thuis een andere taal hebben gesproken. En dat is een hele lastige vraag. Want dat is ook weer heel erg afhankelijk van wanneer een kind instroomt en wanneer het voor het eerst Nederlands gaat horen. En dat zal voor ieder kind weer net iets anders zijn. Maar ja, je moet je voorstellen dat normale taalontwikkeling bij kinderen, die begint zo voor de geboorte. Als ze in de buik zitten. En vervolgens zijn ze de eerste 5 jaar van hun leven, doorlopen ze allerlei verschillende stadia. Nou, die stadia, die doorlopen die kinderen die Nederlands als tweede taal leren ook. Alleen vaak wat sneller. Dus, want ze hebben bepaalde dingen, hebben ze al. Ze hebben al leren brabbelen. Ze hebben al leren klanken onderscheiden. Ze hebben al woordjes en concepten geleerd. En weten ook dat iets als een bekertje, een beker, dat een beker heet. Nou ja, dan hoeven ze daarna alleen nog maar te weten dat dit een andere naam heeft in het Nederlands of in een andere taal. Dus het gaat allemaal wat sneller, maar er kunnen gerust om het in te halen of bij te halen, kan er wel wat jaar overheen gaan. Alleen bijvoorbeeld als kinderen, en dat is dus totaal afhankelijk van wanneer ze in aanraking komen met het Nederlands, maar stel dat dat gewoon op kleuterniveau in groep 1, groep 2 is, nou ja, dan zullen ze wel ook gelijktijdig gaan leren lezen en schrijven in het Nederlands, ook gewoon in groep 3. En mag je er ook van uitgaan dat ze op dat moment ook wel voldoende woordenschat hebben. Maar om nou te zeggen wanneer ze precies gelijk lopen, dat is van zoveel dingen afhankelijk, maar je moet je voorstellen dat het in gradaties gelijk loopt aan de taalontwikkeling bij een eentalige ontwikkeling. Nu zet ik weer even het geluid uit. Dan gaat Barbara weer een vraag stellen. Er was een vraag over hoe het zit met de rol van de logopedist in dit onderwerp. Omdat er zo ontzettend veel meertalige kinderen worden doorverwezen naar de logopedie. Kan je daar wat over zeggen? De rol van de logopedist. Ik ben zelf geen logopedist, maar ik ken wel een groot aantal logopedisten, omdat wij die ook vaak trainen. En dan vooral ook met name in hoe zij gesprekken kunnen voeren met meertalige of met ouders in meertalige gezinnen. Wat ik weet van, ik weet inderdaad dat veel kinderen die dan dus qua Nederlands niet helemaal op niveau zijn, zou ik maar zeggen, dat die naar de logopedist gaan. En dat is vooral om veel klanken te oefenen. En dat is ook weer afhankelijk natuurlijk van de taal die kinderen thuis hebben meegekregen, in hoeverre ze de Nederlandse klanken goed of niet goed kunnen uitspreken. Dus de logopedist is echt om te oefenen.
Ik weet niet of ze ook daadwerkelijk bijvoorbeeld dan bezig zijn met woordenschatuitbreiding, maar een logopedist is echt heel erg gericht op het spraakapparaat en het oefenen met klanken en ook het signaleren met of er daadwerkelijk bijvoorbeeld iets mis is in de taal. Dus als mensen verdenken dat het kind een taalstoornis heeft. Dus dat kan ook te maken hebben met dat je woorden maar niet kunt onthouden of verkeerde woorden inzet op een bepaald moment. Om dan te kijken, goh, is dat iets wat onderliggend in de eerste taal ook speelt? Of is dat alleen in het Nederlands? En alleen wanneer dat ook speelt in de onderliggende taal, dus ook, dat geldt ook voor stotteren en dat soort dingen, alleen dan is er sprake van een stoornis en niet als het alleen in het Nederlands is. En in dat geval kan ook de logopedist daar een rol in spelen om dat in het Nederlands mee aan de slag te gaan met het kind. Tot zover. Er zijn ook nog twee vragen geweest over hoe dat nou zit in het voortgezet onderwijs. Nou is dit webinar natuurlijk gericht op, vooral op het jonge kind, maar misschien kan je daar heel kort iets over zeggen over hoe dat dan gaat. Het voortgezet onderwijs waar de docenten geen native speakers zijn. En dan neem ik aan dat de vraag vooral is over van hoe kan een kind dan toch die taal op een goed niveau leren? En waarom zou je dus niet eigenlijk gewoon native speakers inzetten op die voortgezet onderwijsscholen? Nou is het zo dat wat ik daarvan weet, is dat, nou ja, zoals ik ook zelf taal heb geleerd, je hebt natuurlijk verschillende vormen van taal leren. Je hebt Frans, Duits, Engels leren als vreemde taal. Nou, dan leer je dat echt op een manier van dat je de taal leert. Je leert woordjes in je hoofd stampen. Je leert grammatica. En je leert al die regels. En dat is iets anders dan wanneer je een taal verwerft. Zoals kinderen een taal verwerven. Zoals je een eerste taal verwerft. Dat is, dan ga je het namelijk, dan neem je het in je op en je gaat het gebruiken. En in het voortgezet onderwijs is veel meer ingezet op dat lerend vermogen. Wat kinderen pas vanaf een jaar of 7, 8 gaan doen. Voor die tijd kunnen ze dat feitelijk nog niet eens. Dus dat is, het is sowieso een andere manier van een taal leren. Anderzijds is het natuurlijk, kan je inderdaad de vraag stellen van, goh, leert een kind dan die vreemde taal niet veel beter wanneer daar een native speaker voor de klas staat, die het goed beheerst, die ook gewoon echt de taal met de kinderen spreekt op native speaker niveau? Dan denk ik, ja, dat zou inderdaad te verkiezen zijn. Behalve dat ik denk dat daar op zich de leerdoelen niet op zijn ingesteld, totdat dat die kinderen later ook, als ze de school verlaten, die taal op moedertaalniveau hoeven leren spreken. Dus volgens mij zijn daar gewoon ook andere doelen, leerdoelen van op toepassing. Dus ik denk dat dat vooral het verschil is. Dat het echt het verschil is tussen een taal verwerven en een taal leren. En dat wat dat betreft op het, bij het voortgezet onderwijs ook net zo goed een leerkracht ingezet kan worden die de taal op near-native niveau beheerst, waardoor die wel kan communiceren met de kinderen in de taal en ook die kinderen de woordenschat aanleert die aangeleerd moet worden. Dankjewel, Anna. Nog tot slot een laatste vraag. Bij de Voorleesexpress wordt er nu, omdat er niet thuis voorgelezen kan worden, wordt er vooral online voorgelezen en dat is dan vaak ook korter, omdat de spanningsboog korter is als het om online contact gaat en jonge kinderen. Is dat wel zinvol, wordt er gevraagd? Lastig. Ja, dat zou een interessant onderzoek zijn, denk ik eigenlijk. Want ik denk dat het vooral zinvol, en dan vraag ik me af in welke manier zinvol, dus of het qua leesplezier zinvol is. Of dat het inderdaad bijdraagt aan ik heb precies aan de uitbreiding van woordenschat in het Nederlands. Ik denk dat, dat zolang het interactief is ook nog steeds, en dat kan natuurlijk prima zo. Ik bedoel, wij zijn nu met te veel mensen waardoor dat niet kan. Maar als je één op één voor een scherm zit, ja, er gaat wat verloren aan interactie. Maar het is nog altijd dan wel weer iets beter dan gewoon een digitaal prentenboek. Omdat er iemand ook gewoon vragen aan je kan stellen. Bovendien denk ik dat het toch ook heel mooi is dat contact kan blijven. En
dat het, nou ja, het is wel voorlezen door iemand die ook vragen erbij kan stellen en die jou ziet. En ja, het is, het contact is minder. Dus je kunt natuurlijk minder dat hele, die sfeer creëren die je normaal gesproken wel ook als toch onlosmakelijk onderdeel van het voorlezen hebt. Maar het is wel een soort van, ja, het is second best. Maar het is altijd beter dan, dan helemaal niets. Maar het zou een interessant ding zijn om te onderzoeken, denk ik ook, voor de voorleesexpress. Ik denk overigens dat dit dus ook gewoon voor hen een soort van uit nood geboren iets is. Dat je toch iets wil doen in plaats van helemaal niets meer. Goed, dankjewel Anna. Ik ga nog een paar algemene vragen beantwoorden. Als laatste is een vraag gekomen dat iemand graag een training zou willen zien voor gesprekken met meertalige ouders. Die training is er niet, maar het is goed dat we dit weten, want dan kunnen we daar in onze bijeenkomsten, die in het najaar staat er nog een bijeenkomst voor de voorleesexpress en boekstart gepland, kunnen we die vraag daaraan meenemen. Er is ook een vraag waarom er op landelijk niveau geen aanbod ontwikkeld wordt over meertaligheid. Nou, is het zo dat er een training ontwikkeld is voor leesconsulenten over meertaligheid? Die staat ook op de site van ProBiblio, dus daar kan je even kijken. En volgend jaar wordt die ook georganiseerd voor voorleesconsulenten. En dan nog de vraag over het filmfragment. Heb ik ook nog even ook in de antwoorden gezet. Als je daar belangstelling voor hebt, dan kan je dat via mijn mailadres krijgen. Want je moet een inlog, een wachtwoord daarbij hebben. Dat krijg ik van Anna en dan kan ik je daarbij helpen. Dus wil je dat weten, laat het mij horen via de, per mail. En dan stuur ik je dat toe, de URL en het wachtwoord. Dat was het. Algemene vragen en dan is het nu tijd om af te ronden, 11:15. Dank nogmaals voor jullie aandacht en we zien elkaar ongetwijfeld weer. Fijne dag nog en tot ziens.